En de start is gevallen. Eerste start van vandaag in het midden van de baan Luna Scott, die goed weg is. Luna Scott neemt de leiding. Daarachter op de tweede plek Lovable Stone. Aan de buitenkant gaat naar voren Keizer P. Boko. Vierde plaats is voor Leroy Schermer. Op de vijfde plaats ligt Eileen Polly. En laatst is Caden van Bremen. Jaap van Rijn onderweg naar voren met Keizer P. Boko is onderweg naar Luna Scott. Heeft hij inmiddels bereikt en zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Leiding wordt daar overgenomen door Keizer P. Boko. Luna Scott op de tweede plaats en derde daarachter ligt Lovable Stone. Dan een tweede pelotonnetje dat wordt aangevoerd door Leroy Schermer. Die wordt gevolgd door Eileen Polly en daarachter volgt Caden van Bremen. Eerste 500 meter 1:12:07. Vlotte opening van Keizer P. Boko en die gaat de volgende bocht alweer opzoeken. Luna Scott volgt hem als een schaduw en daarachter ligt dan Lovable Stone. Dan de grote Leroy Schermer en vlak daar weer achter ligt Eileen Polly. En een paar lengte daarachter Caden van Bremen. Opening was 12:07, tempo is wel iets naar beneden gegaan, maar hij stapt lekker door op kop. Keizer P. Boko, de grote zoon van Virgil Boko. En die komt als eerste de rechte lijn voor de tribune weer in. Leiding dus voor Keizer P. Boko. Daar kijken we even in het achterveld waar Jan Voren probeert de aansluiting weer terug te krijgen. Maar we gaan in de tussentijd zien dat dat niet mee zal vallen. De tussentijd komt er nu aan en het tempo is nu ook uit de koers. 21:09 is de tweede tussentijd. De eerste kilometer dus in de buurt van de 16. En zo gaan we de laatste kilometer in met Keizer P. Boko. Daarachter op de tweede plek Luna Scott. Nu gaat Leroy Schermer naar het tweede spoor. Die komt schuin naast Lovable Stone. En achter Leroy Schermer aan gaat Eileen Polly. Paarden gaan door de Z-Turf-bocht. Vijf paarden dicht bij elkaar en de koploper verhoogt het tempo weer. Keizer P. Boko, dat maakt het voor Leroy Schermer niet makkelijker om naar voren te komen, maar hij doet het wel. Leroy Schermer aan de buitenkant, nu op plaats 3, gaat door naar plaats 2. Luna Scott aan de binnenkant moet even aan het bit gehouden worden door Tesselaar. En zo gaan we op weg naar halverwege rechte lijn overzijde. Twee vossen vooraan, 15:07 de tussentijd. Het is Keizer P. Boko die leidt, de favoriet. Schuin daarnaast de tweede favoriet, Leroy Schermer. Dan Luna Scott die een aansporing krijgt. En aan de buitenkant daarnaast doemt op Lovable Stone. Zo gaan ze de laatste bocht in. En de twee vossen nemen nu ook wat afstand. Ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En het is aan de buitenzijde Leroy Schermer die ietsje voordeel heeft genomen op Keizer P. Boko. Galoppaarden van Luna Scott. Paarden ronden de laatste bocht. Nummer 7 galop. Ronden de laatste bocht en het is Leroy Schermer die als eerste in de laatste rechte lijn is. Leroy Schermer aan de buitenkant komt Lovable Stone voor de tweede plaats in duel met Keizer P. Boko. En daarachter ligt nog Eileen Polly. Rote Katten gaat er eens even lekker voor liggen. En wat we een hele tijd al niet gedaan hebben mag nu wel. Go baby! Go, go, go! 1:16:04 de laatste 500 meter. Leroy Schermer wint. Tweede plaats is voor Lovable Stone. Derde Keizer P. Boko en vierde Eileen Polly. Tijd voor de winnaar. 1:16:05.